Sanchez, kom binnen, drink iets. Pak je koekje. Navo. Uw hoek is een 90 graden. Die heb ik nog niet gecheckt. Nou, dat moeten we wel checken. Want wie zegt dat die muur rechts staat? Je kan even goed staan. Ja, dat is waar. Is dat spijtig dat we daar niet meer ervaring in hebben? Ja. En dat we niet. Maar van niets van bouwen hebben we eigenlijk. Ja, ook maar enig verstand van, hè? De winkelaar is er niet. Een vrij kleintje. Dat is echt wel een beetje een fout geweest, toch? Als je binnenkomt en je ziet in de kamer, je ziet een muur staan hier. En je ziet die muur zo scheef staan. Dat is het mottigste erin, hè? Ja. Jan Sanchez, hoe kunnen we een rechte hoek maken zonder winkelhaak? Met eenvoudige driehoeksmeetkunde. Niet toevallig een van de stokpaardjes van professor Sanchez. De stelling van Pythagoras. Een rechte hoek. Je weet zelfs niet wat dat betekent. De stelling van Pythagoras is nogthans eenvoudig, want de som van het kwadraat van de twee rechthoekzijden, A en B, is altijd gelijk aan het kwadraat van de hypotenuse, de C dus. Oh. Dat is moeilijk, zeg. In Sanchez-taal wil dat zeggen... Je teken die 60 af. Pak de andere kant. Just. Nee. Je teken de 80 af. 60 en 80. Gaan we met 3 vast. En daar vast. En dat is perfect een meter. Dus zou ik zeggen, die hoek is perfect 90 graden. Veel op de lucht voor hem. Zo heb ik het getekend op de muur. 160, 120. Ja, 200. Ja, 200. Ja, dubbel, hè? Zie je dat ik het doe? Ja, dubbel. Dat was half een hand. Ik ga alleen doen, hè. Hoe? De rechterhoek. Het stoppaardje van Sanchez is van stal. Vandaag moeten alle hoeken eraan geloven. Eén bepaald ding dat je goed moet doorhalen, dat zijn 90 graden. Nou. Dat is de kamer veilig, schoon. We kunnen nog een lezer voor, hè? Niet zo erg, dat je de lezer veel op 90 graden zitten. Ja. Dat moeten we controleren. Dat moeten we controleren. Dat gaan we het controleren, hè. Sanchez heeft geen laser nodig. Meneer Pythagoras is zijn beste vriend. 60 centimeter, 80 centimeter en de schuine zijde 1 meter. Voilà. Geef de goede een laser. Op naar Didier en Sophie. Zouden zij al ooit van de Griekse wiskundige Pythagoras gehoord hebben? Hoe bekom ik 90 graden als ik geen winkel heb? Slim van Pythagoras. 80, 60 meter. Ik ben nog naar school geweest. Ja.